Ja, waar was dat eigenlijk? De Groene Specht. Nou ja, dat was natuurlijk vanochtend al. Hè? Ja, je bent al bijna vergeten, maar vanochtend was dat bij Piers Hill. Piers Hill, Nieuwendijk. In de Hoekse Waard. Ja, Hoekse Waard. Ja. Ja, toen stonden we voor die boerderij. Ja, voor die boerderij. En opeens zag ik daar die... Bonte. Ja, eerst die Bonte Specht. Ja. Daar stonden we naar te kijken en toen opeens zag ik die Groene Specht daar in die boom. Ja, ik zag hem niet, maar toen kwam hij naar beneden. Ja, toen ging ook naar beneden. Hij ging niet in die boom hangen. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. En ik vind het wel, ja, je hebt het over ijsvogels, dat zijn mooie vogels. Ja. Maar ik vind zelf die Groene Specht, vind ik ook echt overtreffende trap. Ja, ja, ik vind die Bonte trouwens ook prachtig. Nou, dat klopt. Op een gegeven moment hing hij op zijn kop in die boom. Ja. Maar ik vond die... Die Bonte, of die Groene? Ja, die Bonte. Ja. Want die Groene, die zat tegen die boom aan, of was het een paal, dat weet ik niet meer zo goed. Een boom. Was het een boom? Ja. En toen dook hij op het gras. Ja, en toen ging hij achter het schuurtje. Ja, en toen probeerden we naar voren te rijden. Ja, toen was hij weg. Ja. Schuwe vogels zijn het. Ja. Nou ja, prachtig. Want zo vaak hebben we hem niet. Want ik denk dat ik die nog maar 1 of 2 keer heb gefilmd. 2 keer weet ik. We hadden hem voor het eerst toen in Oude Tong. Ook in die boom, dat is waar. Ja, hadden we ook samen met de Bonte Specht. En in de plaat, weet je wel. Ja, ja precies. Buiten het dorp. Waar ik zo dichtbij foto had toen. Nou ja. En de boomkruipje. Ja, de boomkruipje hadden we daar ook. Dus... Nou, Jacques en ik hebben vandaag een mooie vogeltocht gemaakt. We zijn begonnen in de Hoekse Waard en daar zagen we deze Groene Specht. Met erbij ook nog een grote Pontespecht. Want we reden door die polders en we kwamen bij een oude boerderij met een oude tuin, met oude bomen. En daar wemelde het van de vogels. Ja, kransvogels, merels. Ja, nog veel meer hoor. Huismussen. Musjes. Vink. We hoorden er ook nog een cape. Vlaamse gaai. Vlaamse gaai, Turkse tortel. Ja, die had jij nog gezien, die heb ik niet gezien. Die zat in die boom van waar je de specht... Nou, we moesten ons best ervoor doen om die vogels te vinden en te zien. Maar zelfs op zo'n koude, regenachtige, winderige dag kun je echt met een beetje moeite mooie waarnemingen doen. Zeker. Dat was heel mooi. Zeker. En gisteren was ik al, waren we natuurlijk in de Hoekse Waard nu. Ja. Gisteren was ik ook op de Korendijk te slikken. En dan zag ik, met mijn verrekijker aan turen, en zag ik een roerdomp staan. Ja, je ziet het op de foto, echt weer een roerdomp. Ja, mooi. Hij was ver weg hoor, maar ik kan rennen. Ja. En toen een beetje in de kant. Mooi hè. Mooi. En hier in die paalhouding staan. Ja. Schitterend. Prachtig. En koerijgers.